De werkzaamheden aan het Hugo de Grootplein zijn vrijdag 24 juni van start gegaan, met als doelstelling de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te verbeteren. Verkeerslichten zullen op de nieuwe rotonde niet meer plaatsvinden. Wel wordt er meer opstelruimte voor de fietsers gecreëerd en komen er extra drempels. De rotonde zelf en de rode fietsstrook rond de rotonde blijven hetzelfde. Voor auto- en fietsverkeer richting Brouwersdijk, Vlottekade en de Hugo de Grootlaan geldt een omleidingsroute. De werkzaamheden zullen duren tot en met vrijdag 22 juli 2016.